Hallo lieve mensen, welkom bij deze energie-update. De video neem ik natuurlijk altijd een klein beetje eerder op, zodat jullie de energie die ik nu al intap mee kunnen nemen, je daar je voordeel uit kunt doen. En we starten namelijk al op 22 januari met een poortdag. En die poortdag kan ook weer intensief zijn. Nu heb ik pas ook op de Insta en Facebook gezet dat de Schumann-resonantie behoorlijk actief weer is. Met behoorlijk wat pieken, wat ook weer samenviel met een poordag en een nieuwe maanenergie. Wat heel intens voelbaar is geweest voor velen van jullie. Mocht je dit niet hebben ervaren, voel je eigen dan niet teleurgesteld of wat dan ook. Want het is voelbaar als jij daar klaar voor bent en wanneer het voor jou bestemd is. We gaan vandaag in deze ochtend even kijken dus wat de energieveld komende weken met zich mee gaat brengen. Ik heb hier enkele kaartendeks ook weer klaargelegd. En we gaan gewoon lekker van start. Oh, nou. Kijk eens. Set healthy boundaries, set gezonde grenzen. Dat is waar de komende tijd eigenlijk ook best wel mee gemoeid gaat. Dat je leert je grenzen aan te geven, maar dit wel vanuit liefde en respect naar anderen toe. Soms kan het zijn dat je wat prikkelbaarder bent en dat je misschien wat intenser reageert als hoe jij zou willen reageren. Maar door dit op een zachtere manier te uiten. Mijn stem slaat ook over, dus dat is al een teken dat het soms wat lastig zal zijn om het op een zachtere manier te uiten. Maar probeer dit wel met bewustheid te doen. Dat je dit echt vanuit een bepaalde stabiliteit voor jezelf de communicatie ook gaat optimaliseren. Zodat er ook een middenweg is in jouw gevoel, het gevoel en de grens wat je overgeeft. En ja, gewoon, want als iets fluctueert voor jouw eigen energie, omdat het pijn, verdriet of weerstand biedt, en je moet dan in die fluctuerende energie iets zacht over gaan brengen, nou dan is het heel lastig om naar dat stuk te gaan zakken. Maar als je dan halverwege komt, dan heb je natuurlijk ook al een gulle middenweg gevonden om toch op een zachtere manier te communiceren, waarbij je dus ook vanuit die liefdevolle energie kunt hanteren. En dat is wat er de komende tijd ook naar voren zal gaan komen voor vele van jullie. Nu zijn het natuurlijk collectieve readingen. Het zal niet met iedereen resoneren. Wil je een persoonlijke aanvraag, dan kun je dit altijd door middel van een linkje in mijn berichtenbox daarop te klikken. Dan zie je wat ik aanbied qua readingen. En we hebben now is the lucky time. Dus now is het de gelukstijd. Dus ondanks dat je je grenzen aandient te geven, is het wel een tijd waarbij jij dus voorspoed naar je toe kan gaan halen. En voorspoed is natuurlijk een heel breed aspect, hè? Voorspoed kan vele facetten naar voren komen. Je kunt het groots denken in het stukje financiën, maar je kunt het ook zien als een klein geluksmomentje over de dag gezien, wat je toch weer mag ontvangen, waarbij je toch weer een prettig gevoel zult krijgen. Deze vliegt er al uit. Connect with your ancestors. Kaart 14 maakt ook weer 5. Staat ook weer voor vrijheid en ongebondenheid. En dat is wat eigenlijk ook weer hier die boundaries aangeven. Door grenzen aan te geven kun je je vrijheid meer vergroten en instellen. En dat hoeft niet pertinent te zijn. De vrijheid om er maar op uit te gaan. Maar wel om je eigen energie te waarborgen. Velen van jullie zijn ook in een proces waarbij je dus ook kunt connecten met zielen die jou kunnen ondersteunen. En vooral zielen die jou naar een next level kunnen brengen, waarbij jij dus een bepaalde trillingsfrequentie kunt verhogen en oude pijnstukken los kunt koppelen. En we hebben rusten. Nu is dit best wel een veel voorkomend fenomeen wat de laatste tijd naar voren komt. Dat er best wel ook wat rust nodig is voor de mensen. Wat ik al net zei, hè, de Schumann-resonantie is best wel weer aan het fluctueren geweest. Waarbij vermoeidheid ook een veel voorkomend aspect is.
En je kunt je eigen voorstellen als jij in een stroming zit van groei en ontwikkeling. Dus kijk naar een kind als een kind zeg maar in een bepaalde groeiproces zit. Of dat het nou in letterlijke groei is, hè, van het lichaam of wat dan ook. Daarna dan zie je ook vaak dat de kinderen dan wel veel meer slapen. Of dat ze een groeispurt hebben doorlopen. En dat is wat er nu ook komt. Jij maakt ook een bepaalde groeispurt door. Waarbij dus ook rust op een bepaald moment nodig is. En voel vooral aan je eigen grenzen ook aan te houden. Hè? En ook niet zelf over je eigen grenzen heen te gaan. Voel vooral aan wat jij op dat moment aan kunt. Als je al zo het gevoel hebt van eigenlijk is dit al te veel, stop dan ook. Probeer dat dan op een later moment op de dag op te pakken. Of probeer het op een hele andere dag op te pakken. En dat kan weerstand bieden van mensen om je heen. Vooral als dit ook echt op werkvlak zal zijn. Hè? Dat je daar even de grenzen dient aan te geven. Maar dit zal ervoor zorgen dat jij op een ander moment wel productiever zult zijn. En het dus sneller voor elkaar zult krijgen. Want ga jij iets doen waarbij de vermoeidheid al op begint te spelen. Ga je fouten maken. Zie je verkeerde patronen. En misschien maak je verkeerde keuzes daarin. En het dan weer terugdraaien naar de juiste vorm, ben je meer tijd en energie voor kwijt als dat je even afstand neemt en die vernieuwde energie pakt als je weer wat uitgeruster bent. Maar we gaan eens even kijken met de tarot. Oké, kijk eens. We hebben de 8 van zwaarden. We hebben de hermit op kop. We hebben de doodkaart. En we hebben de aas van bekers. Wat we hier dus nou willen zien is dat er toch nog wel wat vastzittende patronen zijn waar je zelf dus uit kunt komen. Hè? Je kunt zelf die grenzen aangeven. En het is dus ook belangrijk om dit te blijven doen, want dan zul je ook meer inzichten gaan krijgen. Op dit moment heb je nog niet de juiste inzichten tot je kunnen nemen, omdat er een bepaalde blokkerende energie is. En als die blokkerende energie actief zal zijn, zie je het ook niet. En dat kan te maken hebben dat jij dus, ja, misschien dus echt wel die vermoeidheid hebt, hè? Maar het kan ook met angst of bepaalde isolatie te maken hebben in de zin van dat je je eigen, omdat jij lastig vindt om zelf je grenzen aan te geven, ga je je eigen meer afschermen van je eigen emoties en gevoel. Waardoor je het niet ervaart en het dus ook niet uit hoeft te spreken. Maar je wordt begeleid. Hè? Je wordt op eigenlijk ten alle tijde ondersteund. Is het niet door je eigen gidsenteam, is het wel door engelen als je deze aanroept. Of dus ancestors. Hè? Dus het is, je kunt veel connectie leggen met het spirituele, al is het niet tastbaar voor jou. En in het begin zal dat lastig zijn, vooral omdat jij het niet tastbare misschien lastig vindt te geloven of te ervaren of te voelen. Maar van de andere kant, als je dan gaat kijken wat dit wel weer met zich meebrengt, want de doodkaart is natuurlijk ook weer een wedergeboortekaart. En dit zorgt er ook voor dat er weer transformatie vooruitgezet kan worden. Maar ook het stukje loslaten. Loslaten van oude pijn, oude stukken. En hier heb ik het al vaker over gehad. Hè? Dat wij allemaal in een bepaalde stroming zitten. Waarbij wij naar die verlichting dienen te gaan. Waarbij wij oude pijnstukken onder ogen dienen te moeten komen. Hè? Dat kan niet alleen gebeurtenissen zijn. Dat kan pijn, verdriet, angst. Misschien echt wel diepere traumatische ervaringen, waar vaak dan ook wel extra ondersteuning voor nodig is. Maar weet wel dat er weer geluk op jou zit te wachten, weer nieuwe creatieve energie. Voor sommigen zelfs nieuwe liefde. Dus ga jij door dit proces heen, dan kan dit al eerder op jouw pad gaan komen. Zit jij midden of begin jij net in het proces, dan is dat jouw eindstation of in ieder geval het station waar je naartoe kunt groeien. Maar dan is het wel belangrijk om je eigen grenzen aan te houden. Wat kun jij nu behappen? Wat is voor jou gezond en goed? En gezond kan op vele facetten zijn. Hè? Want als jij heel vaak over jouw grens heen laat walsen, maar ook zelf over je eigen grens heen gaat, kan dit zelfs in jouw fysieke lichaam klachten gaan vertonen. Waarbij je misschien hoofdpijnen veel hebt, onderpijn, rugpijn,
pijn op je maag, noem maar op. Hè. De gekste dingen kunnen dan naar voren komen. Nu zeg ik niet dat alles daaraan gerelateerd zijn of gerelateerd is. Dus mocht jij iets hebben waarbij je het gevoel hebt, dit is echt wel meer aan de hand, ga dan echt naar een huisarts of een specialist toe. Maar voor sommigen kan het ook echt wel zijn dat dit gekoppeld zit aan energie wat losgekomen mag. Ik kom niet eens uit mijn woorden. En dat is ook wel die chakra-energie wat ik ervaar. Hè? Dat jij ook misschien het lastig vindt het onder woorden te brengen. En jouw waarheid uit te gaan spreken. Omdat je bang bent om anderen daarin teleur te stellen. Terwijl er best wel kaarten liggen waarbij je ondersteund wordt. Maar je zit nog in een vast patroon. Die 8 zwaarden die houden jou niet tegen. Want je kunt achteruit stappen. Dan kun jij 1 zwaard gebruiken om je rugkoord los te maken, waar je handen aan vastzitten. Vervolgens zijn je handen los en kun je je blinddoek afdoen. En kun jij zien hoe breed de omgeving is waar jij je eigen in kunt bewegen. En dit is ook wat er dus gaat komen met die 3 kaart hier. Hè? En de 14 is maak 5 kaart. De middenweg zoeken wat voor jou belangrijk is. De vrijheid krijgen die jij nodig hebt om spiritueel te ontwakenen en te groeien. Waarbij voorspoed en succes naar de oppervlakte gaat komen. Waarbij wijze raad van spirituele wezens een hele mooie leidraad is. Als jij nog niet helemaal op je hogere zelf kunt vertrouwen. En dit kan dus al zijn door tekens die ze meegeven vanuit andere perspectieven. En ik heb het al vaker over die synchroniciteit gehad. Hè? En dat is dus wat hier ook naar de voorgrond gaat treden dan. Dat zal de komende periode en vooral deze week, vooral omdat we natuurlijk ook die engelenpoort erin hebben zitten, zal veel verder in zicht gaan komen. En daarom neem ik die video's ook eerder op, zodat die energie al eerder in jouw systeem komt. Want het heeft gewoon altijd even tijd nodig om te landen. En soms is het nodig om een video 2 keer te kijken, omdat er dus toch weer nieuwe dingen naar voren komen wat je tijdens de eerste keer kijken niet hebt opgepakt. En dat komt omdat het pas binnen kan komen als jij daar het energieveld voor openzet. En als daar eerst een blokkerende energie nog voor zit en je pikt wel op van oké, daar zit een blokkerende energie. En je bent er bewust van aan het worden door de video. En dan koppelt dat al een klein stukje. En dan kan dit ook verder doorgaan komen. En dat is ook waarom ik, als ik persoonlijke readingen opneem van mensen, zeg ik ook altijd, ik neem ze bewust op in plaats van live. Omdat er zoveel intenties naar voren komen en boodschappen die jij nooit in 1 keer kijken in je op kunt nemen. Waardoor mensen ook soms wel 8-9 keer een video terugkijken. En jaarprognoses nog veel vaker, omdat ze elke keer weer nieuwe dingetjes eruit pikken. En dat is ook met collectieve readingen als dit voor jou bestemd is. Maar we gaan eens even kijken. Ik pak er nog een kaartje bij onder de 8 van zwaarden. Wat mag ik daarbij leggen alsjeblieft? Kijk eens. De ridder van zwaarden. Krachtige energie natuurlijk. Uitdagende energie. Maar ook een energie van actie ondernemen. Op doorpakken. Nu doorpakken om die patroon te doorbreken. Oh, nou. We krijgen onder de hermit op kop krijgen we de 3 van bekers en de 10 van staven. Dat voelt toch wel voor mij dat jij weer meer ook voor jezelf mag gaan kiezen. Want je hebt al best wel veel. Je bent al. Voor sommigen kan het namelijk zijn dat je tegen een burn-out aanzet. En probeer dan ook weer het plezier in het leven een beetje naar boven te halen. Hè? Probeer niet die struisvogelpolitiek te doen, wat ik al eerder zei. Hè? Dat je je eigen helemaal terug aan het trekken bent. Dat je je eigenlijk aan het isoleren bent op de verkeerde manier. Want je kunt je eigen isoleren en dan ook met je innerlijke stukken aan de slag. Of je kunt je eigen isoleren en je kop in het zand steken en niks ermee doen. Want als jij die innerlijke stukken aan gaat kijken, betekent dus dat je hiermee aan de slag gaat. Maar hij komt op kop.
Dus er mag een ontwikkeling plaats gaan vinden waarbij je ook in gaat zien van oké, als ik op dit pad voort ga zetten, dan kan ik niet meer in die fijne energie zitten. Kan ik niet meer echt via de normale manier communiceren. Dan kan ik niet meer mijn vriendschappen hanteren. Want omdat ik iedereen buitensluit, lukt het gewoon niet. Ik voel me ook niet gelukkig. En dat komt eigenlijk omdat je maar door blijft gaan en door blijft gaan. En je juist eigenlijk de balans nodig hebt en je vrijheid nodig hebt om jezelf spiritueel te ontwikkelen. En op dit moment is het dus zo dat je een blokkerende energie kunt hebben. Waarbij dus ook die afronding nog niet in stand kan komen. En het is juist belangrijk om nu die energie, die stroming te gaan pakken. Sluit iets af wat echt voor jou niet meer nodig is. Wat dus niet meer wenselijk is. Omdat deze toch echt wel naar het verleden kijkt. En je mag weer op dat paard springen en die vooruitgang gaan zetten. Onder de doodkaart krijgen we de chariot. Dood staat al voor wedergeboorte, had ik het net over. Hè? Maar we hebben natuurlijk het reizen, de wilskracht weer hebben. Die actie, die inzet van weer vooruit willen. En dat kan dus helpen als je weer het geluk voelt van oké, ik wil weer met vriendinnen of vrienden iets gaan doen. En het voelt weer vertrouwd. Ik vind het jammer dat ik ze buiten heb gesloten, maar ik had het even nodig. Wees dan ook niet boos op jezelf. Ga gewoon het energie weer oppakken. Soms is het ook gewoon zo dat je maar doorgaat en doorgaat. Een druk gezin hebben, misschien jonge kinderen. Misschien iets heel anders, veel werken. Werk overnemen van anderen, omdat er misschien veel zieken zijn op de werkvloer. Misschien loopt het thuis niet helemaal lekker in je relatie. Maar het gaat allemaal richting het moment dat jij weer voelt dat jij gelukkig bent. Dat jij weer energie kan laten stromen. Dat je het ook waard vindt om die energie weer te laten stromen. En dit komt omdat het aangeboden gaat worden vanuit het hogere goed. En daar mag je dan ook klaar voor zijn. Maar dat dient wel eerst een afrondende fase voor te zijn. En nu hoeft het helemaal niet groot te zijn. Hè? Dit kan ook een kleiner stukje zijn. Een stukje waarbij het misschien niet zo intens is als dat het hier op tafel ligt. Maar dat het de restjes zijn van een intens stuk waar je nog mee te maken hebt. Waar je misschien het gevoel had, ik heb alles al opgelost en losgelaten. Maar het is nog niet helemaal zo. Kijk eens, want we krijgen de 4 van bekers met de 10 van munten. Dus het is echt wel zo dat er nieuwe inzichten gaan komen. Maar wees niet getreurd om wat er afgesloten gaat worden. Want er wordt een nieuwe beker aangeboden. En die stroming, die blijft gewoon stromen. Het is niet zo dat het stil blijft staan. En voor sommigen kan het dus zijn dat er een bepaalde verandering plaats heeft gevonden. Hè? Misschien een heel verdrietig afsluiting van iets. Nu zal dit niet met iedereen te maken hebben, maar het kan ook een aspect zijn wat al langer geleden is, maar wat nu de restjes naar boven komen die nu losgelaten mogen of losgekoppeld dienen te worden. 10 van bekers geeft ook wel weer aan dat er veel voorspoed naar jou gaat komen. Hè? Een soort wensvervullingselement. Dat je financieel misschien ook weer wat stabieler komt te staan. Nu helpt het natuurlijk ook mee, we gaan ook weer richting Pluto en Waterman, waarbij ook grote veranderingen plaats gaan vinden. Die video die staat inmiddels ook al online. Ik zal die beneden in de berichtenbox linken. En ik zal op het eind van de video zal ik ook een linkje zetten. En dat zijn allemaal aspecten waarbij heel veel nieuwe elementen naar ons toe gaan stromen. Veel veranderingen gaan plaatsvinden. Maar als we dan kijken, wat als jij dus die connectie gaat leggen met die spirituele groeiproces van jezelf, dan kan het gelukkige moment weer gaan komen. Dan kun jij ook je rust vinden. Dan kun je ook voor jezelf gaan zorgen. En dan kan het allemaal stromen, voor wat er mag stromen. En nu zal het niet voor iedereen in die grote glorie gelijk zijn. Hè? Maar elk stapje is er één. En mag je heel dankbaar voor zijn. Want je spirituele ontwakening heeft er ook mee te maken dat je leert dankbaar te zijn ook voor de hele kleine dingen. En dat kan zijn dat jij
even weer een lach op je gezicht hebt na een lange tijd. Omdat je misschien heel veel pijn hebt. Misschien lichamelijke pijn. Hè? Omdat je al tegen die burn-out aanzet. Je bent uitgeblust. Je bent moe. Je krijgt je slaap niet. Je ligt 's nachts te piekeren. En soms is het dan even uit de situatie zijn waarin het dus ook meest geactiveerd is. Dat kan op je werk zijn. Dat kan ook in je thuissituatie zijn. En dan zul je ook merken van oké, je kunt iets doorbreken. Ik kan zelf uit eigen ervaring zeggen, tijdens mijn revalidatieproces jaren geleden, ik heb toen bijna 6 maanden moeten revalideren. En toen heeft mijn arts na 2 maanden ook gezegd van ja, wij zien heel veel stagnatie waardoor je komt er niet doorheen. We krijgen die doorstroom niet. En toen hebben ze mij ook geadviseerd, als je de ruimte hebt om even er tussenuit te gaan of even uit de huissituatie te gaan, waarbij je dus niet alle dagen, alledaagse dingen weer op hoeft te pakken, wat dus ook weer als stagnerende energie zou kunnen fungeren. Ik ben toen een paar dagen er tussenuit gegaan en dat was mijn doorbraak. Nu hoeft het niet voor iedereen zo te zijn natuurlijk. Maar het zal met kleine dingen ook kunnen zijn dat je af gaat spreken met vriendinnen. En misschien ga je een nachtje bij een vriendin slapen. En dat je lekker kletst. En als je moe bent dat je gewoon je ogen sluit. En je valt in slaap. En dat dat al voldoende is. Maar die energiestroom die dan heel even anders is als normaal. Dat kan ervoor zorgen dat jij op dat moment die doorbraak gaat krijgen. Dus in welke situatie jij ook zit, voel vooral voor jezelf aan wat jou kan helpen om even die doorbraak te krijgen. Want door blijven gaan en geen vooruitgang gaan krijgen, zal er ook voor zorgen dat het alleen maar frustrerender zal zijn. Dat je alleen nog maar meer weerstand in je lichaam gaat voelen en soms misschien ook meer pijnklachten of überhaupt klachten. Hè? Kan ook slechter slapen zijn. Dus het kan ook minder leuke gedachten zijn, hè? Dat je wat depressiever gaat worden. En dat zou jammer zijn, want jouw proces, het is heel intens, het is pittig, maar het heeft wel een hele mooie doorstroom, waarbij jij heel veel mag gaan ontvangen op het eind van de rit. En ik zeg op het eind van de rit, want het gaat bij mij om dit stukje van transformerende energie. Welke transformatie daarna gaat komen, dat zal voor iedereen anders zijn. Dus dit is echt een tijdsbestek wat ik hier heb liggen, hè? Want je bent de creator van je eigen leven. Je kunt het creëren zoals je eigen zelf wil. Maar het is wel belangrijk bepaalde patronen te doorbreken. Wil je dit gaan ontvangen? Dus je kunt beloond worden. Mits jij er dan ook je schouders onder zet. Want dat is wel belangrijk natuurlijk. Achteroverleunen in de stoel is nog nooit eigenlijk iemand ergens verder meegekomen. Dus het is wel zo dat er werk aan de winkel is. Koningin van Bekers, dus ook de vrouwelijke energiestroom, kwetsbaarheid, empathie, weten te upgraden. Hè? Deze komt op kop. Die knoop heb je dan doorgehakt. Je weet dan wat je wil. Je hebt stress weten los te laten. Je hebt je balans doorbroken. Of je disbalans moet ik zeggen, hè? Die heb je doorbroken. En weer de Chariot. Hier zijn ze nog in een stijgen, als ze opstijgen, dat ze een beetje weerstand bieden. Hè? En hier zijn ze al volop in galop. Dus jij gaat in jouw balans komen, waarbij jij niet meer de weerstand biedt om frustratie mee te laten spelen. Het geven en nemen gaat in balans komen. Je weet je grenzen aan te geven. Je weet ook welke mensen energie vreten van je. Die een beetje van je af gaat houden. En we krijgen de 3 van bekers. Die we hier ook al hebben liggen. Maar in combinatie met de 6 van staven. Dus dat houdt echt wel in dat je een succesvolle overwinning gaat behalen. Waarbij je ook meer gelijke stemmen zult gaan ontmoeten. Maar waarbij je ook ondersteuning krijgt van de mensen die al om jou heen zijn. Waarbij jij heel veel meer voor elkaar kunt krijgen. En ook elementen los van kunt koppelen. Dus weet er ook van bewust dat er mensen al om jou heen zijn die jou willen helpen en ondersteunen om naar die vernieuwing en verlichting te gaan. Om dat luisterend oor te bieden. Om je te helpen
ja, soms af te schakelen van pijn en verdriet. Hè? Even tussen eruit gaan en gewoon de gedachten even verzetten. Dus ja, als je dit ziet, is het gewoon heel erg mooi. Je bent al door die bepaalde blokkerende energie heen gebroken, die hier dus ligt. Je zit twee keer in de chariot modus. Eentje die nog een beetje stagnatie biedt en de andere volop in galop. En jij gaat succes krijgen. En het kan zelfs zijn dat dit ook mensen in jouw directe omgeving eigenlijk aan gaat moedigen om ook iets met hun pijnstukken te doen. En het kan zomaar zijn, hè, stel dat je al heel lang tegen iets aanhikt. En dat kan zijn dat je misschien in een huwelijk zit wat niet prettig is, maar je durft niet weg. Of je, het lukt je niet om die knoop dood te hakken, waar je al echt een hele tijd om je heen tegenaan zit te hikken. En een vriendin of een goede kennis van jou, die hakt die knoop door. En je krijgt in één keer zo'n boek. Als zij het kan of hij het kan, dan kan ik het ook. En dat kan jou dan ook stimuleren. Maar dat kan jij dan ook aan energie bij anderen neerzetten. En dat hoeft niet in zo'n heftige vorm te zijn natuurlijk. Dat kan ook in andere vormpjes zijn. Maar je zet een soort domino effect neer. En dat zorgt er ook voor dat jij, ja, die vernieuwing in kan gaan. Hè? Dat het ook de mooie stroming met zich mee gaat brengen. Ik pak als laatste nog een affirmatiekaartje. Ik open mijn hart en verwelkom prachtige dingen in mijn leven. Nou, wat is dit ontzettend mooi om toe te voegen aan deze reading. Want je bent het waard, lieve ziel, om die energie weer te mogen voelen. Die vreugde, die warme energie van het houden van. En je hart open te stellen. Eventueel voor sommige mensen dus ook echt nieuwe liefde te mogen gaan ontvangen. Waarom? Omdat jij het waard bent om het hoogst haalbare te mogen ontvangen. En zet jezelf nooit op een lagere plateau neer als dat je bent. Want je bent het waard. Je bent een mooi mens van binnen en van buiten. En ga lekker stralen op het optimale wat je mag. En geloof vooral in je eigen kunnen. Lieve ziel, ik leg deze hier mooi in de center neer. Want je bent zo mooi en je hebt zoveel in je mars. En af en toe mag je dat ook zelf weer in gaan zien. Al zie jij dat misschien op dit moment niet in. Ik wens jullie een heel mooi weekend toe. En een hele mooie fijne week. Mocht dit jouw energie zijn, laat dan vooral een berichtje of een like achter. Ben je nog niet geabonneerd? Dan zou ik het ontzettend leuk vinden als jij zou gaan abonneren op mijn kanaal. Dan pik ik je energie ook eerder op tijdens collectieve readingen. En als je dan het belletje nog aanklikt, dan blijf je op de hoogte en krijg je meldingen van nieuwe berichten. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!